misschien wel. Ja, dat is naar stort. Ja. Goeiedag. We zijn wandelaars. We zijn gewoon wandelaars. Wij wandelen gewoon eigenlijk. Een week. Ja, maar gaan. Ja, dat gaan we niet. Dat gaan we straks even opletten. Ja. Dan ligt namelijk een fantastisch project met een geschiedenis. Ja. En dat is een hele grote potter. Ja. Je ziet dat hij bijna de laatste aan die kant. Ja. Mag ik het filmen? Ja. Met u dat u het vertelt, vind ik leuk. Ja. Begin opnieuw? Ja, begin even opnieuw. Nou, er ligt dus een prachtig object hier in de haven. Een hele grote botter, hij is wel bijna 50% groter dan deze. En je herkent hem onmiddellijk als je hem ziet. Ja. Hij zit ook op het roer een heel groot beeld van een beer. Ja, van Berlijn. Hij heet ook de Grote Beer. Ja, maar hij kwam gelukkig ook uit Berlijn oorspronkelijk. Ja, dat was de luchtmacht. Ja, maar Berlijn was ook de stad heeft daar steken een beer. Ja, daar is het ook. Ik denk dat het daarvan is. Juist, maar die ligt dus hier. Ja. Maar is dus, in Huizen zijn ze beginnen te bouwen op het project. En dat hebben ze getraind. Zonder dat hij ermee kon gaan. Ja. Dus hij is in de oorlog ook niet afgekomen. Oké. Is na de oorlog wel afgebouwd. Ja. In de eerste tijd in Holland gevaren. Is toen nog een trip gemaakt naar Amerika. Daar heeft hij heel veel jaren gevaren. Ja. Is uiteindelijk weer teruggekomen naar hier. Oké. Mooi. Interessant. Hij, dus hier is een vaste plek. Maar hij wordt nu gerestaureerd dus nog. Ja, hij is wel gevaren. Maar onderhoud, hè, want die botten hebben vrees. Ja, dat houdt natuurlijk. Ja. Kijk, ik hoorde van de week toevallig nog op de televisie. Over de Batavia. Ja. Die moeten er nog uit. Ja. Maar ja, dat kost weer een paar miljoen. Ja, maar die botten ook, die kosten minimaal 10.000 per jaar. Ja. We hebben ook hier, want dit is een museumhaven. Ja. En er is ook wel een stichting. En die nou, krijgt ook wel van alle kanten wat geld. Vroeger waren natuurlijk al die boten worden opgetrokken, worden eruit gekrapt en opnieuw geïnteresseerd en zo. Ja. Materen maakt niet meer. Nee, het is vervuilend. Maar het is nog steeds een museum. U komt van hier? U bent hier? Ja. Ja, wij waren net al daar verderop. Enkhuizen en de Urk zag ik staan. Elburg en er ligt ook een Urk zelfs. Ja, die lag daar. En leuk hoor, want wij komen uit Utrecht. Ja, dat is een gemeentepuntje. Ja, terwijl de smaakburg en vissen zijn de vissen en de bunschoven zijn de boeren. Ja, er is ook een strikte scheiding. Ja, tussen beide kampen? Ja, vroeger waren ze natuurlijk gescheiden, echt letterlijk, die plaatsen. Als jongen je wagen in Bunschoten om met een meid te versieren, dan kreeg je een hele orde naar het. Ja, dat heb ik wel eens gelezen, ja. Maar die plaatsen waren vroeger gewoon letterlijk gescheiden. Er zat een ruimte tussen. Nu zit ik alles in elkaar over. Maar hier net om de hoek, daar is het dat is ook wel een interessant huis. Dat is ook het belangrijkste huisje van Spakenburg. Dat museum daar. Is dat hier op dit stukje? Dan loop ik er even heen. Kan u daar, als u wilt, nog iets vertellen? Ja. Dat gaat wel leuk. Dank je. Want wij wandelen elke week. En
dan, ik zeg, hij zei dat ik eens een paar jaar geleden hier was geweest. Ik zei, nou, volgens mij ben ik nog nooit hier geweest. Dus. En we gaan meestal wandelen in een beetje de boskant op. Maar ja. Dit is eigenlijk ongelooflijk leuk. Ja. Ja, het is echt, echt heel interessant hoor. Ja. Goeie visweg. Hier, ja. Tegenwoordig is natuurlijk veelal kunststof. Dat kun je met een osmose krijgen. Ja, dat heb je natuurlijk, hier krijg je gewoon rot en wormen. Ja. Maar het is wel een heel leuk plaatsje. Oh, dit. Dit huisje hier, dat is het later wel het bekendste huisje van Spakenburg. Dit? Ja, dit huisje hier. En dan zal jij vragen, waarom is dit zo belangrijk? Precies 80 jaar geleden. Ben ik hier geworden. Ah! Daar! Ja, oh, dat is belangrijk. Is dit langs de bus? Ja, dat kan niet. Ja, dat is zo belangrijk. Ja, dat is heel mooi. Nou, dat is heel fijn. Iedereen hangt aan die lippen. Ja, nee, maar dat mag. Fijne dag, man. Zij, denk je wel. Een mooi verhaal. Maar ja, dat hebben wij. In Utrecht. Ik ben geboren aan de Oude Gracht in Utrecht. Ja. En daar vlak bij de Dom, dus bij het centrum, is dat het centrum van de kant. Ik ben vlak bij de Dom, onder de schaduw van de Dom. Ik heb hier leren in de vishandel gezeten. Ja. En weet je waar ik begonnen ben? Op de bakfiets in Utrecht. Op de bakfiets. En we hadden ons filiaal in de, hoe heet het, bij Dikke Dries, maar Dikke Dries. Ja, ja, op de wijk C. Oranjestraat. Oranjestraat, ja. Ja, daar hadden we ons filiaal. Ik zat morgens om 6:00 al op de bakfiets om de bestellingen rond te brengen door heel Utrecht. En de vrachtwagen die ging dan buiten Utrecht, die ging naar Soesterberg en Zij. Ja. En Hilversum. Maar ik op de bakfiets. Dan bent u vast vaak op de visbuit geweest daar onder de... Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, dat is zo. Ja, die is natuurlijk al lang dood. Want ja. Die man die was toen al oud. Maar nee, ik heb in Utrecht. En dat was wel grappig, want ik reed er al toen ik 14 jaar was. En toen was ik net 16 geworden. En toen werd ik aangehouden door de politie. En de politie die zei, nou zie ik je zo een jaar rijden. Hoe oud ben jij eigenlijk? Ik zei nou, want ik wist, om op een bakfiets om door het verkeer te gaan, dan moest je 16 jaar zijn. Ja, dat wist ik. Maar ik had al een paar jaar hadden ze me zien rijden en niks gedaan. En toen was ik net een paar weken 16. En toen, kon je... en toen hield hij me aan. Ik zei, dan had je het eerder moeten doen, maar dan ben ik net een paar weken 16. Oh, jammer, boete gemist. Mooi dus verhaal. Ik heb later heb ik een heel internationaal visbedrijf gehad. Ja. En ik ben toevallig ben ik 3 weken geleden nog naar Denemarken geweest. Met heel veel met Denemarken gedaan. Ik kende in Denemarken beter de weg dan in Holland. Ja, ja. Met Esbjerg dan? Esbjerg, Skagen. Ja, ja. En ik ben dus 3 weken geleden, zijn er 2 kleinzoons mee geweest van 24 jaar. Ja. Die hebben de week van hun leven gehad. Topvakantie met opa. En zijn we dus langs al die plaatsen gereden. Ja. Ja. Dus Esbjerg, Toskwinde, Wiedezande omhoog, Zonneskagen en naar de andere kant terug. En uiteindelijk kwamen we in Legoland terecht. Ja. Ja, ja, dat zit er. Ja. Legoland. Ja, okay. En in Legoland heb je dus een hele hoge achtbaan. Ja. En die jongens stonden te kijken. Ja, dan gaan wij in. En wat doet Oppaatje? Huh? Weet je wat Oppaatje doet? Die gaat mooi mee. Oh ja, perfect, ja. Want ik kijk, hebben we de zenuwen van die dingen? Nou, dus, ik zeg maar wel. Oh, doe voorzichtig. Maar wel, ik zeg maar op om wel voorin zitten. Ja. Ah, jongen, ik heb wel even om mijn moeder geschreeuwd. Hoor. Ja, ja, ja. Okay, hey, is het. Zeg maar even de vraag. Vindt u het leuk als ik het op YouTube zet? Ja, zou mij zo. Ja, maar dan, hoe is uw naam? Dan zet ik het onder uw naam. Koelewijn. Koelewijn. Ja, dat ben ik. En de bijnaam is eigenlijk Wouter Sachs. Oh, dat is van de Saxen. Ja. Maar weet je wat er nou gebeurd is?
vader die was dat altijd bij een kapper. En die, die zijn vrouw die kreeg weer een keer een kleine. En mijn vader ook. En echt een doodgoeie kerel. Dus die ging een pakje vis brengen. De verpleegster die neemt dat aan. En toen vraag ik ze natuurlijk van wie kan ik zeggen dat het is. Nou, zeg, zeg maar tegen Steven Sachs, dan weten ze het wel. Ja. Die verstond dat niet goed. Ja. Dus die komt bij, bij de kraamvrouw. Ja. En hier, een pakje vis. En ja, van wie is dat? Nee, nou, dat is van, ik moet zeggen, dat is van Steven Sachs. Nee, dat is van Steven Sachs. Ja, dat zit er niet in. Nou, mooi. Heel leuk. Ik, wij lopen even nu die boot. Dat vinden we leuk, leuk om te zien. Ja, ja, ja. Nee, en wij moeten nog een stukje lopen. Nou, leuk. Leuk, leuk ontmoet te hebben. Fijne dag nog. Yep. Bye bye. Doei. Goedendag. Broodjes. Ja, nou ja, we kunnen straks teruglopen. Gaan we hier toch ergens zijn? We moeten toch hier langs gaan. Ja. We gaan even dat rondje dan doen. Ja, ja, we lopen even met die boot. Vind ik zelf ook nog wel interessant. Toch? Ja. We komen hier weer terug, hè? Ja, nou. Ja. Is te koop, ja. Schokland. Schokland. Ja. Kijk, dit is hem. De grote beer. Ja. Dat is hem, heet hij. Ja. De beer, ja. Mooi schip. Hm.
hij is gebouwd door? U zei hij is gebouwd voor een miljoen? Ja. Belgen hebben hem laten bouwen. En af en toe komen we eens kijken. Ja. En drinken een borreltje en dan gaan we weer. Nou, want er was iemand anders die zei dat hij gebouwd was door een van die boten door Geuring, naar door Geuring laten bouwen. Nee, dat deed hij niet. Die niet? En die is, via, die is nooit afgebouwd in de oorlog en die is toen naar Amerika gegaan. Ja, wij wandelen altijd. En, we gaan dus hier wandelen, dat is mooi hier. Leuk. En mooi weer, hè? Dus we willen niet zo meer. Zijn naam, daar kan nog iemand kijken.